Nou, even een vergelijkende test tussen de Polar V800 en de Suunto Ambit 3. Beide de topmodellen van de merken, waarbij ik wel moet opmerken dat die Suunto weliswaar de Ambit 3 is, maar niet de Peak, wat nog een beter, duurder en uitgebreider model is dan deze Sport. Ze lijken wel op elkaar van de buitenkant. Dit is overigens wel de Black Edition van de Ambit 3. Maar dit gaat er vooral even om het uiterlijk te laten zien. Want ja, als je kiest voor zo'n topmodel hartslagmeter, dan wil je waarschijnlijk wel echt zeker weten wat je gaat krijgen. En ik zal hem in het bericht zeg maar uitgebreider testen per hartslagmeter. Maar ik wil even het uiterlijk laten zien en wat de verschillen zijn tussen beide. In mijn ogen zijn ze allebei erg mooi. Ik vind ze allebei mooier dan bijvoorbeeld de Garmin 29 XT en de TomTom Multisport, wat in mijn ogen echt wel de concurrenten zijn. De Polar is denk ik nog net even iets mooier afgewerkt dan de Suunto. Alhoewel het gevoel bij de knopjes van de Suunto echt wel, ja, dat is echt wel een beetje pneumatisch, zeg je dat zo? Ja, volgens mij wel. In ieder geval, dat voelt wel echt super degelijk aan. En bij de Polar voelt het een beetje aan als van, ja, gebeurt er nu wel iets? En je ziet wel duidelijk het schermpje wisselen, dus dat is op zich wel goed. Maar die knopjes van de Suunto is echt, ja, dat, ik weet niet, dat voelt gewoon nog degelijker aan eigenlijk. Nou, wat een groot nadeel van de Suunto is dit elementje hier. Is natuurlijk gewoon nodig, maar daardoor heeft die band een beetje een rare vorm en dit is wel stevig, maar ik vind het toch een beetje een gemaakte oplossing en ik ga dan liever voor de Polar. Alhoewel dit gefixeerde deel ook niet helemaal ideaal is in mijn ogen. Ik zou dat liever dan toch weer los hebben, zoals hier. Dus beide hebben wel de voor- en nadelen. In ieder geval is het natuurlijk heel persoonlijk, want je kiest voor een ronde klok of een vierkante klok. Omdat ze beide day-activity tracking functies hebben en ze natuurlijk gewoon best kostbaar zijn, ga je ze waarschijnlijk de hele dag dragen. Dus het uiterlijk is dan toch wel een beetje belangrijk, denk ik. Dus ik laat ze gewoon even zien op deze video. Nou, succes met kiezen. Laat gerust jouw mening weten onder deze video. Laat ook je vragen weten. En ik zal de uitgebreide tests, mocht je dit op YouTube zien, onder de video zetten.